Je hebt toch niet drie hele makrelen bij Vincent? Ja, die waren over. Ja, dat is toch ook zonde. Ja, dan verdelen we die scherf een beetje. Ik wil nog wat dingen terugkomen. Hebben we nou een bordje mee? Vincent, jij eet ook mee toch, of niet? Nee, ik hoef geen vis vandaag meer. Ik krijg een vismachine. Anders dan grote makreel. Dat is aschar is lekker hoor. Ook gebakken. Heerlijk. Boek ons maar vast in voor mei 2015, Vincent. Ja. Heerlijk. Toen ik je belde, toen zei je van oh, dat weekend heb ik nog niks. We zullen even met Jo van overleggen. Hm. En we zullen de getijdentabel even. Heerlijk. Heb je die makreel zelf gevangen, Vincent? Nee. Wel op, maar is wel op het eiland gevangen? Nee, ook niet hoor. Nog een vierde afslag. In Harlingen? Nou, ik denk Den Helder of Den Huiden. Blauwens meer gaan misschien dicht, hè? Ja? Ja. Ja, 1-1. Ja. Daar gaat het kampioenschap van Barcelona. Is nou uiteindelijk gewoon de situatie zo dat van ons allemaal Karel de enige is die naar de voetbalwedstrijd gaat? Nee, ik luister mee. Ik luister mee. Kijk, ik houd de rest op de hoogte. Ah. De wedstrijd van jaar en ik had hem dus morgen willen zien, maar hij is nou vandaag verplaatst. Die mag heel zoekelijk gaan. Hier heb je ook allemaal zelf in. Ja. Dat vet papier. Nou, nee, kom maar. Oh, lekker. Ja, dat is goed. Dan ook buiten dan lekker eten. Ja, oh, dat is echt lekker. Ja, jij hebt nog een keer. Wat is dit, Vins? Het is een Bloody Mary met een oester. Een Bloody Mary met een oester. Een oestershooter. Een oestershooter. Nou, jongens. Een Bloody Mary met een oester erin. Is Vincent voor ons aan het maken. Een oester, dat heet een oestershooter, vertelt hij net. Ja. Geweldig. Ik ben heel benieuwd. Ik ga eventjes zitten. Ik schenk even een wijntje in voor bij de oestershooter. Niet achteruit. Dus je slaapt vanavond apart, hè? Ik slaap altijd apart. Leon kan ook wat zo lekker smullen. Hier, kijk even. Lekker man. Jij eet nu, wat eet je, Leon? Makreel. Makreel. Grote makreel. En Karel eet poon? Nee, is ook makreel. Ook makreel. Menno eet nog eventjes helemaal niks. Gaan we nog even in.
En Michiel gaat zo naar, als hij de administratie klaar heeft, gaat hij lekker naar huis, zo te zien. Makreel is heerlijk. De Lou Reed van de jaren 10. Ja, zo even mijn ding. Nee, de Lou Reed van de jaren 10. Hij wordt alleen maar jonger, die man. Een stukje. Waarvan? Ja, van de makreel. Van de makreel. Nou, dus op komt hij. Wat zee. Ja, kijk eens meer. Wie nog meer makreel? Heerlijk. Jij houdt niet van makreel? Jawel. Principieel. Principieel eet je geen makreel. Ja. Hé, een principiële niet makreel eten. Ja, ja, man moet ze bestaan. Ja. Ze bestaan. Het zijn levende wij zitten. Ja. Nee. Ja, man. Mm-hmm. Maar ja, Lio vaak vis. Nou. Open. Ja, dan moet je door naar die kant. Hé. Hey. Ja. Ah, alleen dit is de. Hey, Maestro, laat eens even zien. Nodig, hoor. Ook dat is topsport. Bam. Bam. Hebben. Ja, goed op, hè? Op de Azadis. Ja. De oesterkoning. Ja, leuk man. Kijk, je moet er niet allemaal zo tussendoor praten. Dat zegt Guus dan altijd als je een film is. Maar dat is echt des Frielands altijd maar lullen. Terwijl gewoon Mantovani of weet die regisseur zijn werk wil doen. Nou, op kan ik die. Ja. Hé, hey, dat ging redelijk soepel, hè? Kijk even. Ja, hey. Zei, dat ziet er lekker uit. Nou, Karel, ben je er klaar voor? Mondje open. Oh, die was niet goed. Die mag al een week onder de trekker. Sorry, dat is dat verkeerd. Ze zijn, hey, ze zijn lekker, zeg. Deze. Ja, toch? Ja, ze zijn heel erg lekker. Zo, de UE. Dat was maar. Zeker. Even kijken hoor. Hey, even om de gedachte te paar. Iedereen loopt weg. Hé, hey, dit gat. Dit gat. Dit gat. Ja, dat is voorbereiden. Nou, Leon met een. Body oestermerrie. Kom eens even hier. Ja, dat doet me niet. Ik ben een echt poes. En dan ga je even zien, man. Oh, hallo. Ik heb nu molk hem een beetje. Ik weet niet wat er God allemaal in zit, maar het is wel sterk. Een beetje vodka. Kijk Karel, hij is open. Klok. Kun je het zien? Nu ga ik hem eens aan de zijkant snijden. Ik heb één kracht overgeplikken. Dat is de bedoeling. Hé. Hey. Even los snijden. Ik heb expres geen scherp mes genomen. Keurig alleen een stukje van de sluitspier. En Leon, wat ben jij aan het doen aan het eten? Heerlijk. Moet je ook even een rouw hebben? Ja, nee. Die gaat hij weg. En dan zie je hem. God, wat zat erin? En dan zie je. Hij is apart, hè? Hier. Jongens, die gaat echt over. Je ziet je ogen dicht. Je ziet je, dan kijk je nog een keer in het glaasje. Wat dan? Allemaal weg. Ja, Karel, wil je nog even een rouw proberen? Nee. Ik ben heel benieuwd. Hier? Nee. Bij mij? Nee, dat ik hem. Ja, je staat erop. Doe maar. Mmm, ze zijn erg lekker jongens. Klopt, voor Dickie. Heb je die Bloody Mary al gehad? Nee, is het heel heet? Nee. Nee hoor. En hoe doe je die? Gewoon naar achterover slaan. Zo. Hey, je moet wel een beetje kou hoor. Ben je uitgeschoten met die Tabasco? Je moet het proeven. Maar hij leeft nog hè? Ik heb er niet op gekauwd. Nee, mij ook niet. Het blijft twee weken lang. Zo, dat is heet hoor. Hey. God, wat is dat? Hey, leuk om mezelf open te maken. Ja, toch? Lekker hè, dat proefje. Helemaal goed. Ik vind ze lekker een Hollandse eigenlijk. Ik heb ook nog. Ik heb ook nog. Karel, daar gaat die, jongens, daar gaat hij komen hè. Ja, maar er staat hier iemand te filmen, daar staat nog een glaasje voor. Ja, vind ik ook, buurman. Hij is heel stil. Kom, Karel. Hey, ik weet dat je. Ik weet, je bent zo stoer. Je rijdt gewoon echt door het meest zware drijfzand. Kom op, zo'n klein glaasje. Guus, het smaakt een beetje als zoute haring. Een zachte variant van zoute haring. Erg lekker. Even Menno Amprofiel filmen. Mm-hmm. Ja, maar moet je vooral doen. Mooi hè. Oh, wat gezellig, die zijn sla aan te eten. Nee, heb je nog van die voorgesneden zakjes of was dit het gewoon? Nee, die ligt op tafel, er liggen twee voorgesneden zakjes volgens mij. Zo. Ja, twee zijn er.
Er zitten wat van die foute spekjes door, die kun je eruit halen. Fout? Dat is niet meer zo. Stipke die had reeds gekocht. Vincent, kun je nog een keer zeggen hoe zie je nou welke kant je moet snijden? Is het hier naar binnen? Ja, oh, oké. Niet te veel kracht zetten. Ja, je ziet er ook wel gewoon makkelijk. Ja, nou, het zit niet. Je moet wel heel snel open, zeg. Voilà. Maar een beetje zand op. Ja, de Britten zijn helemaal gek van die oudste en die kleine er omtrappen en leegkeeper zo. Ja, dingen stonden goed in de fik. Ja, even af laten koelen weer in de kieskar en het dorp. Leuk. Een andere dag voor 30 man oesterproeverij. Voor de maestro? Ja. Een bak slobber. Kom, gaan we naar de keuken. Leuk man. Nou, dat is rauw. We gaan even oesters bakken. Ja. Wat ga je doen? Ga je nog een rauwe nemen? Het is geen rauwe, die is gebakken toch? Nee. Oh. Die zijn niet. Dat moet nog gebeuren. Oh, oké. Okay. Dan gaat het terug. Jezus, wat een misverstand zeg. Ja, voor je weet. Nee, dat was een misverstand. Dat leek echt een misverstand. Gaat wel heel erg spettig. Nou, doorlopen. Ik heb niet zoveel film. Goddomme. Lens, dan opbakken. Gelukkig heeft Lens net afgewassen. Precies. Kijk. Oh, wat stinkt dat koffiezetapparaat. Wat ga jij doen? Ja, ik moet even de pan, even de spijkers, de niet-biologische spijkerspekjes eruit doen. Hé, hey, Asadi. Hé, hey, gaan we dit op YouTube zetten, maar kan ik dan wel de 180 graden draai maken? Nee. Voor wat? Nee. Nee, hè? Nee, dat kan niet. Nee, dat mag niet, hè? Nee. Dit is van ons, dit houden we privé. Wij zijn grenzen, Guus. Oké. Nou, ik vond het een waarfestijn. Dit gaan we, ja, wat mij betreft gaan we dit gewoon vast doen. Mij wordt vis en oestermaat voor 10 asari. In plaats van een ijsje, wat het gemiddelde voetvolk zou doen, gaan wij voor de gebakken oester. Meenemen. Een goede kwaliteit. Oh, dan moet je eventjes misschien naar het dorp. Nog een keer. Ik kom zo bij je terug, even de mannen van binnen uitfilmen. Van binnen? Oh, zo. Je doet ze in zonnebloemolie? Ja. Oh, niet in zonnemelk. Juist, daar komen ze. Prachtig. Romig. Heel kort, hè? Heel kort. Is het gas al heel heet? Die pan moet heet, hè? Ja, hij is heet. Daar gaat hij. Nummer 3. Nummer 4. Zonder vocht, uiteraard. Een klein beetje olie. 20 seconden aan weerszijde. Ik ga ze meteen draaien. Dat is heel belangrijk, hè, weerszijde. Je hebt ook wel eens mensen, heb ik begrepen, die het dan aan één zijde doen, hè? Nee, maar dat zijn... Oh, dat is een begin. Mensen die het niet helemaal begrepen hebben. Heel jammer. Heel jammer is dat. Eén keer zullen we aan elkaar komen. En zijn ze klaar.
eerste keer? Nee, ik begon eigenlijk net met filmen. Nee. Jawel. Nee, hoor. Het is wat. Nee, laat maar weer. Nee, als het zo moet, dan. Nou, komt ie. Wat ga je nou doen? Ga je ze weggooien? Nee, ik ga ze niet op het koud worden. Is er iets heel kort gebakken? Denk je dat het kort is? Nee, weet niet. Dat merk je wel als duizend lekker. 2020. Dus. Oh ja. Oesten, 20 en gebakken. 20 seconden en bij de 20 seconden, ja, dat kun je wel zien. Oh, heel voorzichtig. Lekker. Vincent, wil je nee, dank je. Weet dat ze wegkomen. Die pan die kan heet zijn. Dus, die mij zijn opgevist heel diep uit IJsselmeer. Oh, anders, grote, beter? Grote korrel zand hebben ze gebruikt om, die, om de eilanden van de nou, wel lekker, niet beter. Daar kwamen heel veel vlachtanden van mammoet en zo. Ik heb grote vlachtanden en zo. Oh, heb je grote slachtanden? Ja. Hey, ik wou toch nog even, die pet zat je buiten gewoon goed. Nee, ik moet niet op eten. Guus, daar gaat hij. Hey, wacht even. In twee. Ja, dezelfde periode moet dat zijn. Dat, en? Lekker? Ja, lekker. Beter? Iets steviger? Ja, lekker. Geef Leon er ook. Ja, kom op. Blijf er eentje. Leon, doe niet zo flauw, hé. Kom op. Zo is het net een mossel. Kom op. Ja, dit is een livestream, hè? Dat moet je doen, hoor. Hup. Ja. Lekker. Even een andere. Heb je hem? Nou, mug, hè. Je vreet hem al gek. Zeg je maar gek op mijn foto? Leon, dit is toch beter? Ik ga niet weg. Heerlijk. Ja, dat is op het eind, daar zit je met die kittelaar, hè? Ja. Hij is weg, hoor. Vind je leuk, hè? Maar ik vind het wel beter. Ja, kijk, hier. Kom maar. Wil je nog? Ja. Nou, ik wil er ook wel even eentje proeven, hoor. Nee, val maar. Je kunt je toch gewoon een selfie? Wacht even, selfie. Oh, dan ga ik even proberen. Wat zal die camera schrikken? Even een momentje, hoor. Even uitzoomen. Dat heet trouwens een filmie. Een filmie? Oh, ik kan hem omdraaien, dan kan ik het zien. Momentje, hoor. Oh, jongens. Dat is heel erg. Ik gooi zo die pan leeg. Zo. Nou, als je mij vraagt, wat vind je ervan? Niet verkeerd. Nou, het is lekker. Hey, nee, even serieus, dit is lekker. Het is precies wat ik bedoelde, Karel. Dit zou je eigen moeten proberen, Karel. Ja. Dit is de 110e keer. Ophouden met die grauwe kul. De boer die kent het, weet hij niet. Als boswachter zei dat, is gewoon even te weten. Juist op zijn eigen wel, vind ik helemaal op zijn eigen. Ja, dat is goed. Ik zou wel eens even voorstellen, op een personeelsuitje of zo. Ja, bijvoorbeeld. Bij mij even, Nee, er staat wel allebei nog één. Nee. Is staat wel leuk om te weten, als wij ooit nog een keer hier naartoe komen of zo, is dat wel leuk. Om wat te doen? Nou ja, stel je voor dat wij ooit een keer op het eiland komen. Moet ik dat werktijd doen of moet ik er een dag drijven? Hoe gaan we dat... Nou, dat wordt dat gaan we wel oplossen. Guus, gewoon even uit het handje. Een boswachter is nog beukennootjes. Ja, precies. Ja. Zo. Beukennootjes. Ja, of de beuken in. Dan moet je bij Rijkswaterstaat gaan werken. Ja, precies. Ik wil even proosten op Vincent. Vincent, ik vind het top. Ja, top. Wat mij betreft volgens mij weer. Helemaal geweldig. Applaus. Heerlijk. Helemaal toppie, man. Graag gedaan. Yo! Helemaal top. Heerlijk. Ongelooflijk. Het is echt geweldig. Ja, maar gauw natuurlijk. Iedereen is gewoon stil. En dan is nog visie niet kijken. Ja, dat zal de hele nacht zo blijven. Van Duinie, proost. Ik weet niet wat drinken, joh. Die is al een tijdje zonder. Ja, neem maar op, hoor. Heel veel lullen. Ja, rot nou maar op dat ding. Nee, ook een lekker ding, hè. Flikker toch op, man. Ik kan nog steeds meer van die krukjes. Ja. Ja, ik kan zomaar een sigaar opsteken. Dat is het enige probate middel. Dat zijn er echt veel. Neem mijn karrel maar eventjes. Ik doe het helemaal niet van. Wat is het eigenlijk voor een soort insect? Ik zou niet. Ja, flikker op met het. Maar is het gewoon geen mug, maar. Ik denk het Taliban. Voor mij is wel een mug. Ja, hij is heel erg. Ik moet het nog een keer eten, hè? Dat vind ik een keer moet toch wel uit. Maar hij steekt wel vervelend. Hij steekt vervelend, inderdaad. Het was steeds aan, hè? Moet nog even achter die karakiet aan, zo. Nou, laten we het zo houden. Hè? Ja, lijkt me wel. Morgenochtend maar even kijken. Ik vind het prima toch, 5:10. Mooie tijd, had je hoor. Heb je nog getwitterd vandaag, Vint? Ik zit naar jouw berichten hier. Ja, is goed.
Nee, je moet nou niet meer naar zo'n grote karikiet gaan, dat is zonde. Dat is een mislukte inhaalslag. Een doortrekkertje, ja. Toch? Ja, een beetje een loser. Morgenochtend is hij weg. Ja. Nu al waarschijnlijk. Bekend, hè? Meestal eigenlijk in de middag stijgen ze. Ja, nou, de meeste mensen op zijn eiland hebben hem al, hè? Grote kar. Zie je wel. Ja, ja. Het zingt hard, je hoort het. Ja. Toch? Ja. Hij schijnt al 2 weken te zitten. Ik hoorde ook zoiets, ja. Leuk. Ja. Maar dat iemand dat hij niet invoert eigenlijk. Hè? Ja, ik weet het niet. Stilopwaarneming.nl. Ja, had jij het hem ook gezien? Ja, ja. Ja. Hij is wel een tijdje, hij is langs de weg ook, op de weg. Oh, ik denk, ik hoef het niet te melden. Hij was ook vrij trouwens, die man die dat altijd invoert. Oh. Huh? Ik heb ook nog twee bijeters net. Je lult nu altijd. Nee. Je lult, toch? Jeus. Vertelt hij zappers. Ja. Nou ja, ik denk, die mannen moeten toch eerst even wat eten voordat ze hier Eurisch Curry wegvliegen. Ja, dat is bocht voor lange paal. Ik heb nog Lars Johnson bij me en dan staat hij 2 keer in. Dus ik denk, hey. Ja, precies, ja. Ja. Jij hebt er al een keer gehad, hoor. Hey, in het begin Bomeland, ja. Ze dacht dat hij geslaagd was. Voor de MAVO. Ja. Oh. Dat weet ik nog heel goed. En Peter ook. Ja, kom op, heb jij de MAVO gehaald? Jazeker. Ja. Toen daarna, toen heb ik 3 dagen moest ik nog bijtrekken. Had je nog een MAVO hier? Dus ik zocht op een stoel achter in de schuur, dat weet ik ook nog. Maar tijd moest 's ochtends getekend worden op school. Goh, dat was ziek zeg. Dat is echt erg. Kijk eens, daar komen de schoolers terug. Ben je nou er mooi voor? Wat leuk. Vliegende urkers, hè. Vliegende urkers. Hier jongens, ik heb nog wat. Wat een avond. Zo, wat een hoop zwaluwen moet je zien. Ja. Dat is wel meer dan 16. Nog op trekken. Ja. Misschien een beetje voor de namelijk slaapplaats in de koud vorm. Ik durf er niet verder. Door de dun, zo die herrie gisteren om 12 uur nog. Wat dan? Jezus. Vraag je niet. Is onder de douche? Nee, het is op jouw zaak. Ze kost ook iets meer. Ja, dat is gewoon betere tabak. Ja, dat is wel, dat is echt groot verschil, hoor. Ja. Toch zien dat die kinderbijslag ergens goed voor is. Hè? Kijk, ik laat het nog 1 keer zien, Guus. Je neemt een sigaar en dan het dunne eentje. Laat dan eens even dat, het plaatje zien. Dat steek je in je mond. En als je dan trek neemt, dan zul je zien dat het niet gaat. Want hij is andersom gedraaid. Hè? Amsterdam van Lefgozen. Begin wou je niet filmen, weet je wel. Ja. Nee. Sorry? Begin wou je niet filmen? Nee. Ja, niet. Nou gaat hij weer helemaal doorslaan. Ja, hij slaat helemaal door. Straks staat hij weer naast ons in de douche. Dat is zo vervelend. Dus gewoon even een moment voor jezelf. Hij zit een uur op zijn bandje. En Joop van Duin, hè. Plaats voor Joop van Tellingen. Zuivermelk staat er niet zeker. Denk het. Is er nog wijn? Appelstaartje, zo is het. Oh, gelukkig. Doet ook hoor. De verdieping. Ja, lekker. Kijken wat er gebeurt. Berichten zonder. Prima toch? Goeie krantenlezer zie je, zeg. Ach, kijk even tijd. Lastige gasten. Bij mij komen ze niet meer in. Wilde zalm of kweekzalm? Al mijn berichten. Wilde schuif. Meld je aan.
Soms ook met neefjes. Heb je zo'n hele bolk neefjes. En dan blaas je één keer en dan zie je zo'n bolk neefjes. Die zie je verdwijnen. Dat helpt wel. En je hebt met een checkie toch ook. Neefjes, dat zijn gewoon steekmuggen. In Groningen noem je dat neefjes. Oké. Neefjes. Maar zoals ze knutten, dat zeg ik alleen maar in Nederland. Mm-hmm.